De Belgische persgroep is de nieuwe eigenaar van het Eindhovens Dagblad. De Belgen kopen de Engelse investeerder Mecom, dat eigenaar is van Wegener. Wegener geeft verschillende regionale dagbladen uit, waaronder dus het ED. Hoofdredacteur John van de Oetelaar denkt niet dat er voor de lezer van de krant veel zal veranderen. Nou, ik heb door de tijd heen geleerd om bij wisselingen van de wacht gewoon even af te wachten. Want ik kan daar van alles van vinden, maar ik bedoel, de uitgever die heeft daar een plan liggen waarschijnlijk. En die zal daar met ons over willen spreken. Kijk, er zijn allerlei doemscenario's dat er kopbladen zouden ontstaan. En dat we onder een landelijke titel geschoven zouden worden. Dat is echt niet aan de orde. Is niet aan de hand. Wij hebben hier vooral in Brabant ontzettend gezonde regionale titels. En het zou heel erg raar zijn om daar afbreuk aan te doen. De persgroep heeft een heleboel verschillende media in huis. En dat kan volgens Van de Oetelaar alleen maar goed uitpakken voor zijn krant. Waar ze juist heel erg goed in zijn is portfolio denken. Op verschillende manieren dezelfde markt bestrijken. Dus als je ziet, het gaat van Volkskrant tot Q Music. Dus ik heb daar wel geloof in dat het goed komt, ja. En misschien kunnen we elkaar nog helpen in de ontwikkeling. Voor de overname heeft de persgroep 245 miljoen euro betaald.